Ik ben Chris Weijers en ik ben borstkankerpatiënte. Ik ben in contact gekomen met schoonheidsconsulenten door het feit dat ik ongeveer ruim een jaar geleden hervallen ben. Ik heb dan ook een amputatie gehad en dat heeft een geweldige verandering mentaal bij mij teweeggebracht. Ik zat in een zware depressie. En mijn drie mannen thuis waren ongerust over mezelf en hebben mijn huisarts gecontacteerd, die mij dan in contact gebracht heeft met de borstverpleegkundige van het ziekenhuis. En zij stelde mij een aantal dingen voor. Revalidatie, sport dus, onder begeleiding van een kinesiste en ook de schoonheidsverzorging. Ik ben daar eigenlijk direct op ingegaan. Dat heeft mij zo deugd gedaan na die eerste keer dat ik mij onmiddellijk heb laten vastleggen voor de volgende 5 keren. Ik ben van opleiding psycholoog. In het ziekenhuis waar ik werkte, werden er vrijwilligers gevraagd. En ik vond dat eigenlijk goed aansluitend bij wat ik al deed. Waarbij dat dan toch ook weer iets anders was en meer ontspannend was dan mijn job. Tijdens mijn opleiding van psycholoog heb ik mij vooral geboeid geweten door het niet-verbale. Dat eigenlijk daar veel meer informatie in ligt dan in wat dat mensen zeggen. Ik zoek vooral naar het relaxeren van mensen, dat ze kunnen genieten ook, terug kunnen genieten van hun lichaam. Ze zuchten van opluchting of ze zeggen, ah, dat doet deugd. Wat dat mij ook stimuleert tijdens de behandeling. Je hoeft aan iets te denken, alleen maar te luisteren naar de muziek. Ondertussen wordt je gelaat gemasseerd, gereinigd, terug gemaquilleerd. Maar ook vooral de massage die erbij hoort van de handen en de armen zijn echt wel deugdelijk. Door de medicatie die ik nog 4 jaar lang moet nemen, heb ik geweldig veel last van gewrichtspijnen. En na die massage heb ik dan toch tenminste voor die dag een keer eens geen pijn of moet ik geen pijnstiller nemen. Als de schoonheidsverzorging voorbij is en dan, je bent dan gemaquilleerd en zo, dan voel je je terug zo een beetje herleven. En dan heb ik zo altijd wel zin om van, zou ik me misschien een nieuw kleedje gaan kopen of zo? Of een nieuwe outfit, want je ziet er dan terug weer goed uit en vooral ontspannen. Ik heb meestal het gevoel van, dit is echt een goede keuze van mij geweest. Het hangt vooral voor mij vooral af van hoe is het contact geweest en hoe zijn mensen buiten gegaan. Voel ik dat ze content zijn? Voel ik dat ze in een andere stemming buiten gaan dan waarin dat ze binnengekomen zijn? Ja, dat vind ik toch wel een mooi geschenk.